niet goed. Nee, leuk trouwens, goed nieuws. Want onlangs hondje overleden, klein hondje toch, voor jou? Ik had een andere hond, heb ik weer. Ja, klein hondje teruggenomen, klein hondje, zag ik. Hij is groot, man. Klein hondje. Ja. Nieuwe hond van René. Wat is dit, man, zeg. Wat is dit? Nou, ik zou je vertellen, nee. Ben, stop even. Even een seconde. Nee, deze hond heeft 2 jaar bij een gezin geleefd. Toen ging dat gezin kleiner wonen. Ja, dan kan je hem niet meenemen. Toen heeft hij 3 jaar in een asiel gezeten. Ja? En na 3 jaar in Spanje word je uit een asiel word je afgemaakt. Oh. Toen werd hij eigenlijk naar zo'n ding gebracht om afgemaakt te worden. Ja. Toen heeft een man die daar werkte, heeft weer een asiel gebeld. Wat hij kon, wat meer een hondenopvang is. En hij zegt, ik heb zo'n mooie hond hier, die ga ik echt niet afmaken. Zou jij hem nou? Dus zij hem gaan halen. Toen heeft hij weer 3 jaar in die hondenopvangcentrum gezeten, omdat niemand hem wilde hebben. Nee. Omdat hij te groot is. Nou ja, je moet wel redelijk ruimte hebben. Hij is nu 8. En mijn vrouw was... Groeit hij nog of niet? Nee, ja. Mijn vrouw was wezen kijken in dat hondenopvangcentrum. En die week aan mijn kop zeuren. Ja, zo'n hond moet onder zijn laatste jaren nog gewoon in een gezin kunnen leven. Ik zei, nou, haal hem op. Nou ja, met de koninginnedag kunnen de kinderen erop rijden. Ja. Dus dat is... Dus dat is allemaal goed. Het is geen hond om in bed te laten. Nee, dat niet. Maar het is een lief wezen. Ik moet me voorstellen als ze nog een keer bij jou inbreken. Ze staan naar die hond te kijken. Zo, weet je. Yo, hallo, zeg. Niks mis mee. Nee, je moet die hond gewoon een Rolex omdoen. Ja. Kom eens niet aan, hoor. Je kan niet meer aan tafel eten, hè? Ik sta zo te eten tegenwoordig. Hij zit hier.